Hoi allemaal, ik heb vandaag weer een unboxing van de Truly Yours box en deze is net binnengekomen. De Truly Yours is een paar maanden gestopt en ze zijn nu overgenomen door een ander bedrijf. En dit is dus weer de eerste box sinds tijden en ja, ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt. Dus ik ga hem direct even voor jullie openen. Ik heb hem zelf nog niet gezien, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Oké, dit is de box. Hij heeft echt een heer... Oh. Hij heeft echt een heerlijk koraalkleurtje. Ik heb tot nu toe alleen maar de glossy box gehad en verder geen andere boxen. Dus ja, dit is mijn allereerste Truly Yours. En ik vind het kleurtje heel erg leuk. Hij is wel dunner dan de glossy box. Ja, dat is eigenlijk iets wat me opvalt. En als ik hem openmaak, dan zie ik dit. Een kaartje met de tekst en op de achterkant alle producten. En dan hier een papiertje. En als ik die open scheur, dan zitten daar de producten. Dit is dan de inhoud van de box. Ik heb nog niet, ik heb een hele snelle blik geworpen. Nou, ik ga beginnen met deze Tony & Guy Glamour haarspray. En dit is dus een deo. En ik zal even kijken naar de prijzen. Een full size hiervan kost 12 euro. En dit is... het is minder dan de helft. Het is 1/4 deel, zeg maar. Nou, Tony & Guy vind ik heel erg leuk merk. Dus ik vind het leuk dat hij erin zit. En ja, het is een handig formaatje om mee te nemen. En ik gebruik niet heel vaak haarlak. Dus ja, voor mij is het eigenlijk ideaal. Dan zit er een Nivea Calm & Care deodorant in. En dit is een mini. En ik vind het niet heel erg spectaculair eigenlijk. Want het is gewoon een deo. En deo heb ik eigenlijk altijd wel genoeg. En ik heb deze ook al vaker gehad. Ik vind het niet heel bijzonder of zo. En deze kost 4 euro voor 150 ml en dit is 50 ml. Dan zie ik deze ROC Dermatologic Anadurial Shower Cream. Het is in ieder geval een shower cream met heel veel moeilijke woorden erop. En deze kost 17,23 euro voor 400 ml en dit is 60 ml. Ook deze vind ik niet echt heel speciaal ofzo. Het is gewoon... Hij ruikt ook niet heel lekker. Ik denk dat hij ergens speciaal goed voor is. Want er staat super veel tekst op. En zo 1, 2, 3 weet ik niet goed waar hij voor is. Maar ja, ik vind het niet echt heel speciaal eigenlijk. Dan zie je deze Womanity parfum. Eau de Toilette van Terry McLaren. En dit vind ik wel echt heel erg leuk. Deze had ik een keer eerder gehad bij de Glossy Box. En ja, dit is echt een heerlijke geur. En hij ruikt zo lekker. En dit is echt zo'n miniatuurtje. Ik vind het echt heel erg schattig. Dit is echt zo'n mini parfumflesje. En hij ziet er heel erg leuk uit. En een full size hiervan. 50 ml kost 59 euro. En dit is dan 5 ml. En dit is echt een heerlijk parfum. Ik zal nog even ruiken. Ja, ik vind het echt een heerlijke geur. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het heel erg leuk dat deze erin zit. Het is echt zo'n miniatuur wat je niet in de winkel krijgt. Maar de dop is wel heel moeilijk. Maar dit is ook niet echt een miniatuur wat je kan kopen. Dus ik vind het wel echt heel erg leuk. En ja, dit zie ik wel echt iets als zo'n luxe sample voor in zo'n box. Want de laatste tijd zijn de boxen een beetje, ja, hoe zeg je dat? Niet zo spectaculair meer als eerst. Ik had eerst dat ik altijd, ik had iets van 5 maanden of zo een abonnement op de Glossy Box. En die was wel heel erg leuk toen. Maar toen later werd hij gewoon echt een beetje... Ja, saai en dezelfde producten en dat soort dingen. Dus dat vond ik iets heel erg leuk meer. En ja. Maar ik vind dit wel heel erg leuk dat deze doet. Deze vind ik echt leuk. Dan dit Hot Makeup nagellakje. En deze is ook best wel groot, zie ik. Deze kost €2,95 en dit is een full size. En ik vind het kleurtje wel echt heel erg leuk. Lekker zomers. Hot Makeup, dat weet ik eigenlijk niet waar je dat koopt. Maar altijd komt het in boxen voor. Altijd in... beautyboxen en ik weet niet wat ze ermee hebben. Ik vind het niet een super merk of zo. En ja, maar op zich, het kleurtje is wel heel erg leuk. En dit, ja, ziet er heel erg mooi uit. Maar het is een heel erg leuk kleurtje. Ik vind het wel heel erg leuk dat deze ook in zit. En dan als laatste een Dr. Van der Hoog Charming Chocolate Kant-en-Klaar Masker. En Dr. Van der Hoog maskertjes zijn echt... En ja, die vind ik eigenlijk best wel fijn. En volgens mij heb ik de chocoladeversie nog niet geprobeerd. En dit is een full size. En die kost €2,23. Dus ja, ik vind het ook wel heel erg leuk dat die erin zit. Dus dit was de box. Ja, dit was eigenlijk alles wat erin zit. Vind ik het de 15 euro waard? Nee, sorry. Nee, ik vind het geen 15 euro waard. Ik vind deze twee vind ik eigenlijk gewoon een beetje
Het zijn gewoon van die, voor mij echt van die testertjes. Ja, ik vind die niet heel bijzonder. Ik vind deze heel erg leuk, maar ja, dit is meer als een extraatje eigenlijk. Ik vind deze super leuk, deze vind ik echt heel erg leuk. En ik vind deze op zich wel oké, maar ik vind het merk ja, niet zo super. Maar dat is misschien persoonlijk. Ik vind deze ook wel heel erg leuk. Ja, het is voor mij een beetje een twijfel. Ik vind het wel een leuke box. Maar ik denk niet dat ik hem volgende maand weer neem. Want dat, ja, daarvoor vind ik hem eigenlijk niet leuk genoeg. Wat is de box waard? Dat ga ik nu ongeveer eventjes uitrekenen uit mijn hoofd. Voor zover dat lukt. Oké, nou ongeveer de box die heeft een waarde van ongeveer 22 euro. Dus dat is ook niet echt heel spectaculair. Ik weet niet zo heel erg goed wat ik ervan moet vinden. Zoals ik al zei, het is wel een leuke box. Maar ja, als ik de producten los in de winkel zou zien, dan zou ik ze niet zo kopen. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat je gewoon eigenlijk jezelf elke maand een cadeautje kan geven. Ik vind het idee nog steeds heel erg leuk. En ja, wie weet probeer ik volgende maand weer een andere box. Want volgende maand of deze maand of volgende week, ja, dan is de Pretty Box er ook. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dus misschien dat ik die ook wel neem, maar dat weet ik nog niet zo goed. Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg!